Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video maak ik mijn tweede Slimline verjaardagskaart met de Totally Awesome stempelset van Lanvin. Alle materialen die ik in deze video verder gebruik, vind je terug in de omschrijving onder de video. Uit mijn kanaalgegevens is gebleken dat 60% van de kijkers niet geabonneerd is. Zonde! Als je niets wilt missen, abonneer je dan nu en vergeet niet de notificaties aan te zetten. Abonneren is helemaal gratis. Dankjewel! Voor dit kaartje ga ik gebruik maken van de stempelset Totally Awesome. Ik weet niet precies wat ik nodig heb aan figuurtjes, dus ik stempel alles uit waar een stans van is. De figuurtjes die ik niet gebruik, bewaar ik bij de stempelset, zodat ik deze bij een andere kaart weer opnieuw kan gebruiken. Voor het stempelen gebruik ik Memento Tuxedo Black. Het is een alcoholvriendelijke inkt. Verder stempel ik de figuurtjes op alcoholmarker vriendelijk papier, zodat het blenden van de kleuren makkelijker gaat en de stiftinkt niet uitloopt bij het inkleuren ervan. Met mijn stempelbuddy zorg ik ervoor dat ik de figuurtjes meerdere keren kan stempelen. Ideaal als een stempeltje niet helemaal goed heeft gepakt. Na het stempelen maak ik mijn stempels direct schoon met stempelreiniger. Daarna neem ik de stempels af met een droge doek. Dit verwijdert de resterende inkt die is achtergebleven. Ik heb dat een keer niet gedaan en de inkt is gaan uitbijten in de stempel. Het kan volgens mij verder geen kwaad en het is op camera ook niet goed te zien, maar de rechterstempel heeft net even een rode gloed over zich heen. Ik vind dat zonde van de dure stempelsetjes en daarom maak ik ze dus eigenlijk gewoon altijd schoon. Van een eerdere keer had ik nog wat kikkerstempeltjes over. Deze zijn op normaal steegpapier gestempeld en dat maakt het blenden lastiger en hier en daar vloeit de inkt ook uit. Voor alle stempeltjes gebruik ik dezelfde techniek. Ik start met de lichtste kleur, vervolgens maak ik schaduwen en diepte met de donkerste kleur en tot slot blend ik alles weer uit met de lichtste kleur. De kikkers kleur ik in met G82, G94 en G21. De laatste kleur gebruik ik voor de buikjes, dus de G21. Dit zijn de figuurtjes die ik net heb uitgestempeld, maar dan op speciaal markerpapier. De stiftinkt loopt hierbij dus niet uit en het blenden gaat een stuk gemakkelijker. Om je het verschil te kunnen laten zien, ook qua kleur, heb ik dezelfde kleuren gebruikt. Dat waren dus G82, G94 en G21. De onderste kikkers van het markerpapier hebben een mooiere blend en de kleuren zijn meer helder dan op normaal papier. Bij de bovenste kikkers zie je hier en daar ook wat inkt buiten de lijntjes. Kleur ik in met G82 en G85 voor wat variatie in vergelijking met de kikkers. In dit geval breng ik de schaduwen niet aan de zijkanten aan, maar juist over de stippellijntjes om diepte te kunnen creëren in het lelieblad. Voor het gras gebruik ik wederom G82 en G85. De schaduwen breng ik aan van onderuit het blad, of onderuit het gras zeg maar, door met de G85 naar boven te vegen. Hierdoor ontstaat er een mooie natuurlijke overloop. Het riet zelf kleur ik in met E43 en E57. De schaduwen breng ik hier bovenin en onderin aan, zodat het midden de lichtste kleur heeft. Hiermee creëer je wat diepte in het riet. De boomstam maak ik een tintje donkerder dan het riet. Hiervoor gebruik ik E57 en E77. De schaduwen breng ik ook hierop een andere manier aan. Om diepte te creëren veeg ik met de E77 over de strepen van de boom heen. Dit geeft een mooi effect, vind ik zelf. De lelies wil ik graag roze, hoewel ik andere kleuren hier ook altijd leuk voor vind staan. Maar ik start met de RV00. En breng vervolgens al vegend wat inkt aan met RV34. Ook dit effect zorgt voor diepte en wat schaduw en een mooi overloopje. Het vlindertje kleur ik in met BV00 en BV31. Deze kleuren liggen heel dicht bij elkaar als je ze hebt gekleurd, maar toch geeft het net even een mooi effect en heb je lichtere punten. Voor de vlinders gebruik ik vanuit het lijfje gezien opnieuw de veegtechniek voor een mooi verloopje. Tot slot kleur ik het vliegje een heel klein stukje in met W1 en dat blend ik uit met de Colorless Blender. Voor de achtergrond werk ik met een dun wit papiertje. De
afmetingen hiervan zijn 9 cm breed en 20 cm hoog. De basiskaart is 10 cm breed en 21 cm hoog. Aan alle zijden hou ik dus een halve centimeter over. Met een stencil van Leaders Creative en Tumbled Glass De-stress Oxide maak ik een wolkenachtergrond. Door het stencil steeds iets te verschuiven is elke wolkenrij weer anders. En door wat inkt van de blending tool af te vegen voor ik op het papier ga, wordt de kleur een stuk zachter. Ik merk dat, wat voor weer het ook is buiten, ik graag wat zomerse achtergronden maak. En dus echt lichte kleuren wil gebruiken voor de wolken. Sowieso vind ik een wolkenachtergrond altijd een leuke toevoeging aan een kaartje, omdat je hier veel verschillende scènes mee kunt maken. Maak jij liever een scène als kaartje of juist liever zonder scène en verhaal? Scènes zijn mijn favorieten, echt waar. Omdat je je zo lekker kunt uitleven. Maar wat is jouw lievelingskaart? Met of zonder scène? Zelf heb ik geen slimline mallen, maar toch kun je wel met de dies die je al hebt een slimline creëren. Zo heb ik, om een stickrandje te maken rondom de wolkenachtergrond, een A6 snijmal van Carlijn Design gebruikt. Kleinere snijmallen kun je voor slimline kaarten gebruiken door partial die cutting toe te passen. Dat doe je door je die en papier tussen de platen te plaatsen, maar één van de platen plaats je dan niet over de hele die. Alleen het gedeelte dat tussen de platen zit, wordt gesneden. De rest zal niet gesneden worden. Als je dan je die steeds een stukje verplaatst en het partial die cutten op dezelfde manier doet, kun je van een A6 snijmal een slimline snijmal maken. Of nou ja, het een slimline snijmal laten lijken. Voor extra detail ben ik altijd gek op het spetteren van waterverf. Ik gebruik vaak, net zoals nu, een pearlescent setje van Fintech, zodat je een glittereffect hebt als het licht erop valt. Ook voor de grasheuvel heb ik een A6 snijmal gebruikt. Door deze te die-cutten en vervolgens te verplaatsen kun je een slimline mal creëren. Het papier vind ik te licht voor een graskleur, daarom dep ik met Cactus Green Ink van Stazon groene inkt op de heuvel. Ik dep de kleur erop om wat structuur toe te voegen en het gras realistischer te maken. Dan wanneer je ronddraaiende bewegingen maakt. Ook voor het gras voeg ik weer waterverfspetters toe. Als in het pearlescent setje niet de juiste kleur zit, gebruik ik mijn waterverfsetje van Binzer & Newton. Hier zitten helaas geen glitters in. Ik ben echt dol op waterverfspetters voor extra detail. Gebruik jij dat vaak als je een kaartje gaat maken? Ik probeer het in elk kaartje terug te laten komen. Dan is het tijd om de scène in elkaar te zetten en ik vind dit echt het leukste deel van een kaartje maken. Om wat diepte en variatie toe te voegen aan de kaart gebruik ik hier en daar foamblokjes in plaats van vloeibare lijn. Het idee achter deze scène is dat de boomstam een tafel moet voorstellen waar de cadeautjes op komen te staan. Het kleine kikkertje is de jarige en krijgt later dan ook een feesthoedje om dat te benadrukken. De overige kikkers zijn op visite. Op tijd bedacht ik me dat ik de tekst nog moest stempelen, voor ik verder ging met de scène. Meestal bedenk ik me te laat dat ik dit nog moet doen en dan is stempelen vrij lastig. Gelukkig was ik nu op tijd. Op het oog leg ik de stempeltjes recht neer en vervolgens gebruik ik de hokjes op de stempelbuddy om de tekstjes echt recht te leggen. Daarna pas stempel ik ze op de kaart. Om de scène af te maken heb ik wat stempels die ik nog had liggen van de Lawn Fawn Set Really High 5 toegevoegd. Ons vriendinnengroepje bestaat uit 4, dus ik miste ook nog een kikker. Aan de ballonnen komt de laatste vriendinnenkikker aangevlogen om op tijd te zijn voor de verjaardagslunch van onze vriendin.
De touwtjes van de ballonnen maak ik met een dunne fineliner vast aan het pootje van de kikker. Op de kikkerpoot teken ik nog een klein strikje, zodat het lijkt alsof de ballonnen echt aan het kikkertje vastzitten, in plaats van gewoon een streepje te tekenen. Tot slot plak ik de scène vast met dubbelzijdige foamtape. Deze foamtape is erg dun, dus voordat ik deze opplak, maak ik hem dubbel. Daarna pas plak ik de foamtape op de scène en heel precies leg ik de scène op de basiskaart. Pas als ik tevreden ben over de positie, druk ik de kaart aan, zodat deze stevig vastzit. En dit is het eindresultaat. Een vrolijke slimline verjaardagskaart. Ik hoop dat deze kaart je heeft geïnspireerd. Als je deze video leuk vond, laat dan even een like achter. En vergeet je niet te abonneren als je geen enkele video meer wilt missen in de toekomst. Dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei!